Als woensdag herinnert ons als samenleving eraan om te kiezen voor vrede, barmhartigheid en solidariteit. Dit zei pater Esteban Cross, vicaris-generaal van het Rooms-Katholiek Bisdom Suriname, tijdens de aswoensdagdienst vanmorgen in het kathedrale basiliek. In de kathedrale basiliek. Deze dienst wordt jaarlijks gehouden en is bedoeld om de 40 dagen durende vastentijd van de christenen in te luiden. Pater Cross zei verder dat gezien de tijden waarin we leven, het belangrijk is vreedzaam met elkaar om te gaan. Het is niet de bedoeling rassenhaat in Suriname te blijven voeden, dus is het zaak de liefde welke God deelt verder te verspreiden, meent Cross. Naar zijn zeggen is de bevolking in Suriname veel te divers om geen rekening te houden hoe er met elkaar wordt omgegaan. Wij moeten ervoor kiezen om te zeggen, wij respecteren allemaal. We zijn allemaal kinderen van God. We zitten in dezelfde ellende en problemen. We hebben dezelfde zwakte en tekortkomingen. En wij moeten kiezen voor een samenleving van barmhartigheid, van solidariteit, van waarden en normen. Een samenleving waar wij werkelijk kunnen zeggen, wij kijken niet naar kleur. Als ik nu rondkijk, ik zie alle bevolkingsgroepen, ik zie alle kleuren. En dit is aangenaam aan Gods ogen. Wanneer God op dit moment rondkijkt, weet ik zeker dat God een glimlach heeft van, ah, zo zie ik het graag. Het zijn al mijn kinderen. Er is niet één groep. Alle groepen, alle kleuren. En we zijn allemaal hier in diezelfde liefde van Christus. Dezelfde genade bij het kruis waar hij onze zonden voor ons verzoent. Dezelfde hoop voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Hetzelfde verdriet wanneer iemand waar we veel van houden komt te overlijden. En dat houden we voor ogen in deze 40 dagen tijd. Sterk staan in wie we zijn en wie we moeten zijn. Volgens Cross moet er nu gekeken worden om de onderlinge liefde meer als ooit tevoren te doen groeien. Wij als volk moeten eenheid vinden in diversiteit. Dat is de medicatie tegen pijn, haat en racisme, meent Cross.